Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je laten zien wat ik bij de huishoudbeurs heb gekocht, want daar ben ik dus weer heen geweest. Ik heb er wel wat aankoopjes gedaan, maar het is absoluut niet veel. Ik zal ook in deze video even wat meer vertellen hoe de beurs er uitzag dit jaar, qua indelingen en zo. En ik zal dus toch laten zien wat ik heb gekocht, ondanks dat het niet heel veel is. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, voor het eerst sinds 3 jaar werd de huishoudbeurs weer georganiseerd. En ik had er eigenlijk ook wel weer heel erg zin in. Ik heb het er altijd heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik was ook wel weer heel benieuwd hoe het er nu na dit jaar weer aan toe zou gaan. Ik ben de eerste dag van de huishoudbeurs geweest, maar dat komt ook omdat ik ben met Nathalie geweest. Wij een combinatie hebben gepakt met de 9 maandenbeurs en dat was de laatste dag. En dat was ook dan voor de 9 maandenbeurs was de laatste dag en voor de huishoudbeurs de allereerste dag. Ik was gelijk een beetje gedesoriënteerd, want de 9 maandenbeurs zit nu in het gebouw waar dus normaal de huishoudbeurs ingang was. Dus dat was voor mij een beetje desoriëntatie, dat ik dacht van, hey, hier moet ik even aan wennen. De huishoudbeurs zat een stukje verderop, maar wat er dit jaar eigenlijk gelijk opviel, is dat er veel minder zalen waren. Normaal had je volgens mij 7 gangen of zo. En dat waren er nu nog 4 of 5, dus wat dat betreft was de beurs een stukje ingedaald, zeg maar. Ik moet ook zeggen, ik miste best wel een aantal kramen. Normaal stond de Remia-kraam er altijd met de frietsaus en die was er niet. Dat vond ik zelf wel een gemis, maar goed, ja, dat is ook net wat, wat een bedrijf besluit. Ik weet ook niet wat je moet betalen om daar te kunnen staan hoor, voor een standplaats. En je moet je denk ik ook afvragen als bedrijf zijnde, ga ik er geen verlies op maken. Dus ik snap het ook wel dat er misschien stands zijn die zeggen we komen niet. Maar ja, doordat het een stuk kleiner was, was je er ook eigenlijk veel sneller doorheen. Waar je normaal echt een hele dag op zo'n beurs kon lopen, was je er nu sneller doorheen. En er staan ook best wel veel stands waar je dan zelf niet zo heel veel mee hebt. Kijk, hele woonafdelingen en dat soort dingen. Het is leuk om er doorheen te lopen, maar het is niet dat ik daar iets van ga kopen of zo. Dus wat dat betreft, omdat die zo ingekort was, vond ik het wel kleiner geworden, vond ik dat wel jammer. Helemaal als je dan ziet wat eigenlijk, ja, als je ziet hoeveel mensen erop afkomen, denk ik wel van ja, waarom is het ingekort? En misschien had ik er wat meer van verwacht, omdat het openingsweekend was en na 3 jaar kon de huishoudbeurs weer. Maar goed, dat is eventjes mijn ervaring. Ik zal laten zien wat ik heb gekocht. Ik ben allereerst bij de Zenner stand geweest. Daar heb ik wat spullen voor het haar gekocht. Ik zal eventjes de oorspronkelijke prijzen van het product in beeld neerzetten. Wat je er dus in de winkel voor betaalt. En ik zal er dus bij zeggen wat ik er op de huishoudbeurs voor heb betaald. Ik heb daar allereerst een haarborstel gekocht. Dat is deze borstel. Ik heb deze borstel al best wel vaak in de winkel bekeken. Maar de prijs die hielp me toch altijd een beetje tegen. Omdat ik hem toch best wel duur vond. Wat het fijne aan deze borstel is dat hij dus voor droog haar is, maar ook voor nat haar, omdat je dus 2 kanten hebt. Je had hem in verschillende kleuren. Je kunt hem dus omdraaien. Je hebt zeg maar, de kant die er nu op zit is voor nat haar. En als je hem dan omdraait, je kunt er dit dus er heel makkelijk uithalen. Ik krijg dat nu niet zo snel open. Ik zal even een plaatje in beeld neerzetten. Maar als je hem dan dus omkeert, dan kun je hem gebruiken voor droog haar. Dat is natuurlijk wel echt ideaal. En ik had hem al best wel een tijdje op het oog. Maar nu op de huishoudbeurs kostte hij 5 euro. En daarom heb ik hem er nu wel meegenomen. Dan was er een actie met 3 producten voor 6 euro. Het waren dus, je kon dus 3 producten voor je haar uitkiezen en daar betaalde je dan 6 euro voor. Ik heb allereerst 2 scrunchies gekocht. Ik vind scrunchies altijd wel leuk in mijn haar. Ik zie zelfs dat je deze kunt wassen op 30 graden. Ik heb de combinatie met blauw en rood gekozen. Tenminste, het is blauw, maar ik heb het idee dat hij op de camera meer zwart oogt. Maar ik twijfel nu een beetje of het echt
Nee, als ik hem zo bekijk is hij wel echt blauw. Maar ik weet dus niet of de camera het lekker vaststelt. Ik vind scrunchies altijd wel leuk om in mijn haar te gebruiken. Ik heb nu ook wel wat kleding staan. Ook wat blauwe kleding en ook wel rode kleding. Dus vind ik het leuk om dat er zo'n scrunchie mee af te stemmen. Deze scrunchie zijn er dus per twee. En ik heb eigenlijk nog nooit scrunchies van Zenner gehad. Dus ik ben er benieuwd naar. Dan heb ik een leuke haarclip gekocht. Deze komt uit de Sunkist. Ik denk dat dit een limited editie is. Ik vond hem zelf wel heel leuk. Het is een wat grotere clip. Ik heb dik haar. Dus het leek mij wel leuk om deze in je haar neer te zetten. Zodat het een beetje een leuk effect geeft. Ik moet zeggen, de spullen van Zenner gaan bij mij ook het beste op mijn haar. Omdat ze geschikt zijn voor dik haar. En ik heb dat gewoon, dik haar. Dus dat is wel gewoon ideaal. Dus deze. En ik heb dit setje met leuke schuifjes nog verkocht. Die vond ik zelf wel heel leuk. Deze komen uit de Winter Chic collectie. Dat vond ik wel gewoon heel fancy met die leuke steentjes erop. Dus die vond ik zelf wel heel erg leuk. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan ben ik bij de W7 kraam geweest. Daar heb ik twee oogschaduwpalettes gekocht. Ik ben dol op make-up van W7, maar het is niet zo heel makkelijk meer te koop. Online wel, maar in de winkels is het vaak een beetje lastig. Ik heb daar het Dusktail Down Ultraviolet Neutrals Eye Color paletten gekocht. Dat is deze. Dit schijnt ook een dupe te zijn van een bekend paletten, maar ik weet dus niet precies welke dat is. Ik vind het gewoon hele mooie paletten. Ik heb hier al meerdere van en ze bevallen heel goed. En je krijgt aan de binnenkant een spiegel en dan zitten er dit soort kleurtjes in. Ik vond het zelf een heel erg mooi palette. En ik was een beetje aan het kijken van welke heb ik al en welke nog niet. En deze had ik nog niet. Deze vond ik wel heel mooi, dus die heb ik gekocht. En ik heb ook het Violet Lights Neutrals Gone Wild Eyeshadow Palette gekocht. Dat is deze. Het waren twee palettes voor 15 euro. Ik weet niet precies wat ze normaal in de winkel kosten, maar volgens mij zijn ze in de winkel normaal iets duurder. Maar ik zal eventjes de prijs dus opzoeken wat ik in de winkel heb betaald, zoals ik al had, wat je in de winkel ervoor zou betalen, zoals ik al had gezegd. En dit palette heeft eigenlijk meer van dit soort kleuren. Hier zit dan het laagje nog overheen. Dat zijn deze kleuren. Ik vond het een heel mooi palet. Het zijn misschien niet de uniekste kleuren, maar ik vond ze zelf wel heel mooi. Ik werd er wel heel blij van. Dus twee mooie nieuwe oogschaduwpalettes. Wat we gratis kregen was een shopper van Dirk van den Broek. Die werd uitgedeeld. Toen we naar huis gingen kregen we die eigenlijk. Het is gewoon zo'n shopper waar je de spullen in kan doen. Dat is, kwam best wel mooi van pas. Nou ja, ik heb hem zo gelaten. Want ik had verder niet zoveel gekocht. Maar voor Natalie kwam die goed van pas. Dus die werd uitgedeeld. En dan heb ik de shopper gekocht met spullen erin. Dus dat is deze. Deze shopper kostte volgens mij 5 euro. Wij hebben hem eigenlijk er al bij besteld toen we de kaarten kochten. En die zit dus dan weer gevuld met spullen. Ook deze shopper is nu minder zwaar. Normaal gesproken dacht ik echt dat die heel zwaar was. Maar deze was niet zo heel zwaar. Was heel makkelijk te tillen. Dus er zit wat dat betreft qua inhoud ook wel minder in als de voorgaande jaren. Hier zit in een Zero Sugar Apple Pecan en Cinnamon. Ik denk dat het Crushy is. In ieder geval voor je ontbijt. Best wel een volle verpakking. Volgens mij had je ook verschillende varianten. De tassen zijn niet allemaal hetzelfde ingedeeld. Maar in ieder geval deze zit erin. Dan krijg je ook hummus, paprika en chili chipjes die erin zitten. Het is altijd een beetje een verrassing wat erin zit. Je krijgt een mayonaise van Oliehorn die erin zit. Dan hebben we hier een dressing salad en bowl, sweet soy poke. Die zit erin voor een maaltijd. Dit is van Gotan. Dan krijg je een blikje met Heineken 0% bier. Het was misschien lekker geweest als het een Radler 0.0 was geweest met
Citroen, die vind ik zelf... Limoen? Nee, citroen, die vind ik zelf heel lekker. Maar dit is dus een gewoon biertje 0.0. Ik weet eigenlijk ook niet hoe lang deze spullen houdbaar zijn. Tot september 2023. Ik hoorde ook mensen namelijk zeggen dat die tassen hadden die veel korter houdbaar waren. Dus er zit een rolletje Filipino koekjes in. Daar had je ook verschillende van. Sommige hadden wit en sommige hadden een bruine. Dus dat was ook heel verschillend. Dus die. Het was soms ook wel jammer, want je zag soms mensen gewoon al die tas leeg eten op de beurs. Dus je had soms al een beetje het idee wat erin zat. Terwijl ik wilde echt wachten tot thuis om te zien wat erin zat. Een blikje met paté zit erin. Een hak uit de oven gevulde zoete aardappelzak zit erin. Een klein tubetje met Elmex tandpasta. Tandpasta komt altijd van pas. En wat ik zelf wel heel grappig vond, dat is deze. Dus eigenlijk om een taart te maken. Het is eigenlijk een happy birthday, want het is van het merk Dr. Oetker. Je zou dit kunnen gebruiken om een taart te maken, maar ik dacht volgens mij kan je dit ook prima op papier gebruiken. Dat je het gewoon overtrekt zo met een potlood. Maar het is eigenlijk dus om een taart te bakken. Maar ik vond het wel grappig dat deze erin zat. Ja, verder zitten er eigenlijk best wel veel papieren in. Wat dingen over de Krusli. Een giftcard speciaal voor jou. Dit is voor wool socks gebruikers. Ja, dat is weer een money app. Daar doe je waarschijnlijk niks mee. Een Scoopy envelop waar uitgelegd wordt waarvoor je Scoopy kunt gebruiken. Ja, dat weten we allemaal wel. Je kreeg dit keer ook trouwens geen cashback terug op de tas. Elk jaar kreeg je normaal cashback terug. Dat was dit jaar niet. En aan het einde werd er nog een blikje Rivella uitgedeeld. Een vol verpakking. En Rivella is altijd lekker. Die kregen we dus toen we naar huis toe gingen. Deze worden ook niet meer opengemaakt. Voorheen als je naar huis toe ging werd het blikje voor je geopend. En had je op weg naar de trein wat te drinken. Maar dat wordt niet meer gedaan. Misschien ook wel in verband met de corona. Dus dit is eigenlijk alles wat ik op de beurs heb gekocht. Niet zo heel veel, maar ja. Het is even goed gewoon prima. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, het gaat allemaal wel een beetje achteruit. Als ik zag toen ik jaren geleden ging met wat ik allemaal terugkwam. En als ik dan zie met wat ik nu terugkom. Ik heb in totaal echt, nou, ik heb nog geen 40 euro uitgegeven. En er zat zelfs wat te eten bij. Volgens mij was ik 35 euro kwijt. En nou, er zat zelfs dan eten bij. Dus het eten was heel duur trouwens. Je betaalde voor een patatje 4,75 euro en voor een flesje drinken 4,50 euro. Dus dat vond ik wel vrij prijzig. En ik ben ook wel heel benieuwd of ze wat veranderingen gaan toevoegen. Want ik las best wel veel negatieve reacties. Ook mensen die zeiden dat alles heel snel uitverkocht was. Dus ja, ik ben benieuwd of ze wat gaan doen met de feedback. Maar dit is in ieder geval wat ik heb gescoord op de huishoudbeurs. Nou, ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond om naar deze video te kijken, ondanks dat het niet heel veel was. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij misschien wel naar de huishoudbeurs bent geweest. Of dat je het hebt overgeslagen. Ja, wat ik al zei, het is allemaal wel wat minder geworden de laatste jaren. Ik bedoel, er worden nog steeds wel leuke dingen georganiseerd. We hebben een superleuk optreden gehad van Xander de Bousignier, wat heel leuk was. Maar verder, ja, de stands en zo worden wel wat minder. En dat vind ik best wel jammer. Dus ik ben wel benieuwd of ze hier toch nog wat aan gaan doen. Omdat er best wel veel negatieve feedback op is gekomen. Maar dat is afwachten. Ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!